3 maanden en heel wat haartjes verder. We're ready to go. We zijn op de airport. Ja, ja. Hallo. Hoi. Zijn we klaar voor een mannen? Yes. Ja? Spannend. Voor mij wel. Voor ja? mij wel. Zometeen richting Istanbul. Yes. Yes. Voor de haartjes. En jij is te boel? Heel goed. Je hebt al een pin. En Paul, die is, jij bent al over 12 uur aan de beurt. Jij moet bijna. Ja, ik mag al bijna. Het is weer 9:30. Spannend vinden we het. Ja. En het is bloedheet. Het is super lekker. Maar wel heerlijk weer, dames en heren. We gaan naar het hotel, we gaan wat eten. Ja, morgen. Dat kan ook wel in. En morgen moeten we. Dan wordt ons haar. Ja, komt weer te leven eigenlijk. Begin van de debatje. We gaan een nieuwe gedicht over schrijven. Het is hysterisch. Het werk komt die nu de camera in handen heeft. Die begeleidt ons goed, Erik. Heel goed. Hartstikke fijn. Ja, eigenlijk zijn we nergens bang voor. Nee. Dus het is goed. Tot morgen. Joehoe. Woe. Goedemorgen allemaal. Vanuit Istanbul. Vandaag gaat het dan gebeuren. De haartransplantatie. Het is hier nu ongeveer 8:15. En dat betekent dat ik over ongeveer 1,5 uur word geholpen. En dan deze inhammen waarschijnlijk eindelijk verleden tijd zijn. Ik heb redelijk geslapen, maar ik zit onder hoogspanning. Ik vind het toch wel heel erg spannend. Aan de haartjes. Waar gaat het? Maar niet uit. Voor mijn Britney Spears. Nou, Paul, je mag liggen. Ja, met mijn hoofd naar beneden. Ja, met je gezicht naar beneden. Nu gaan we verdoven. We gaan de comfortverdoving doen. Yes. Oké. Okay. Geef jij het aan wanneer ze doen? Ja, ik geef het aan. Hallo allemaal, even een update hier vanuit het ziekenhuis in Istanbul. Ik ben enorm high momenteel. Ik zit strak onder de verloving. Maar nu heb ik even pauze, ik eet wat. Huppakee. Wordt verder super goed begeleid hier door Berko, de begeleider van Global Air. De artsen zijn super goed, vrolijk. En ja, ik zou zeggen, nog even eten en dan gaat het gebeuren. Dan, kunnen ze het allemaal gaan plaatsen. Ze hebben net, zeg maar, alle, moet je eens kijken, lekker op een alien, alle haartjes eruit gehaald en dan gaan ze die zo exporteren. Nou ja, en hoe ik zo vrolijk ben, ik snap het niet, maar de zenuwen zijn niet voor mij. Hoi, daar gaan we hoor. Ja. Het gaat tot nu toe helemaal goed. Drie dames die aan mijn hoofd zitten, hoe leuk. Hysterisch. Super. Ja, heerlijk. Lekker muziekje in. Heerlijk. Het gaat goed, heerlijk verdoofd. Ik voel me lekker high, gewoon. Super. Hallo, hallo. Dag lieve mensen. Volgens mij zie ik eruit als een alien, maar dat maakt niet uit. Ik voel me goed. En de dames zijn hier perfect. Ik heb net even gegeten. Lekker even op mijn telefoon gekeken, muziekje in nu. En ik voel me eigenlijk wel fijn. Dus prima. Zo, Paul, zit erop. Haar zit erop. Ja. Hoe ging het? Ja, het ging beter dan verwacht eigenlijk. Trouwens, daar kijken de mensen thuis. Maar het ging beter dan verwacht. Het ging zo voorbij. Ik heb ongeveer 5,5 uur lang in de stoel gelegen. Muziek geluisterd. Geen pijn gehad. Ook heel erg belangrijk. Dat vind ik zelf. En nee, echt top service. Hi allemaal. Even een korte video. Want als ik een vlog hierover maak, dan moet ik wel alles erin laten zien. Ik voel me momenteel zwaar kut. Om heel eerlijk te zijn, ik zie er ook uit als een olifant zoals je ziet. Mijn hoofd is ontploft. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat ik ook een beetje emotioneel ben.
En dat komt voornamelijk omdat ik... Oh, Jezus. Lekker dan, lekker op zo'n kutvlog of zo deel of weet ik van wie die alles bij elkaar jankt. Maar goed. Maar het komt voornamelijk omdat ik dit avontuur al tering lang met mijn ouders heb besproken. Ik had ze vanmiddag een paar keer aan de lijn. En ze zijn uiteindelijk heel erg trots op mij. En dat is top. En wat rijdt er op top? Dat is top. En nu zit ik dus op bed. Want ik ga zo even lekker een tukkie doen. En dat moet zittend. Nu nog 2 à 3 dagen. Met een, jawel, nekkussen. En ja, ik ben nog wat opgezwollen zoals je ziet. Maar het herstel, dat gaat al wel. En dat ruimt. Zo, 3 maanden en heel wat... Blooper, ik bedoel natuurlijk 3 weken. Heel wat haartjes verder en dat zal ik je dus even gelijk laten zien. Kijk, hier zie je die hele rand, wordt in is gezet. Dan denk je misschien, nou, dat zijn er nog niet heel erg veel. Dat komt omdat je hoofd heeft eerst een of andere shockwave gehad, zoals ik het maar zou zeggen, waardoor ze helemaal in de war zijn en dan valt het eerst uit om vervolgens weer na een maand of 3, 4 terug te gaan komen. Goed, het was een heel avontuur. Hebben jullie net allemaal kunnen zien. In het hotel was ik helemaal kapot. Vandaar dat ik ook niet heel veel heb lopen vloggen meer. Dus vooral emotioneel. Veel spanningen. Alles kwam eruit. Van voor, achter, onder, boven. Nou ja. En het was niet zozeer de pijn. Want dat vraagt iedereen. Paul, had je nou heel erg veel pijn? Nee, want de verdoving die werkt heel erg goed. Ook hele goede begeleiding. Die mensen die waren heel erg fijn van het team. Berkant, als je kijkt, je was super. Ik heb niks van je Turks verstaan. Maar ja, het was très bien. Ik zit hier nog steeds. De eerste 5 dagen loop je met zo'n hysterische band. Dat is omdat je hier heel wat vloeistof erin krijgt. Hier trouwens achter ook. Zodat ze makkelijk eruit kunnen halen en erin kunnen zetten. En deze band die zorgt ervoor dat het allemaal niet naar beneden zakt. Dus dat je niet met je ogen wordt geïnfecteerd of dat het helemaal dik wordt, gaat uitpuilen. Want anders dan ben je verder van huis en dan moet je weer naar l'hôpital. En dat wil je niet. Het ging goed. Het zit er nu eenmaal op. En nogmaals, je kan het nu heel goed zien. Zie je, het is helemaal uitgerekt. Hier is het ingezet, hier is het ingezet, hier is ook. Dit gat, dat wordt hopelijk nog opgevuld. En, nou, dat hoop ik trouwens echt. Anders word ik helemaal gek. En ik zou zeggen, volg het allemaal op flahightv.nl. Zou ik het een en ander posten. Ook nog van het gekke, hysterische, maar leuke pruikje van vorig jaar. Pruikje, het goede haarwerk. Dat trouwens een hele goede oplossing kan zijn voor als je dit allemaal niet wil doen. Dan is het echt tof, maar wel bewerkelijk. Nee, dat leg ik allemaal even uit, want het is te moeilijk om zo even snel te doen. Dat kan wel een hele goede oplossing zijn voor velen. En verder zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. Nogmaals, en gooi haar los of niet, als je het hebt, wel niet, en anders dan ga je lekker naar Turkije of ergens anders. Koekoe!